We gaan uitrekenen de keersom 72 keer 48 en dat doen we met behulp van het schema en de tabel. Maar eerst gaan we schatten. Dat is belangrijk om straks te kunnen vergelijken met de uitkomst. Eerst gaan we daarom de getallen afronden. 70 en 50, die liggen dicht in de buurt. Maar omdat 70 keer 50 nog lastig is, gebruik ik de steunsom 7 keer 5. Dat is 35. 70 keer 50, er komen dus 2 nullen bij. Dus dat wordt 3500. Op het eind gaan we deze uitkomst vergelijken met de uitkomst van de som. En als het goed is, dan liggen de uitkomsten dicht bij elkaar. Nu gaan we werken met het schema en de tabel. De tabel links kan je daarbij helpen. Het is belangrijk dat we bij elke keersom steeds dezelfde stappen nemen. Let dus nu eerst goed op de pijlen die de volgorde aangeven. We beginnen zometeen met de som 70 keer 40. Vervolgens de som 70 keer 8. Dan gaan we naar onder en dan wordt het de som 2 keer 40. En als laatste 2 keer 8. Die volgorde is belangrijk. Eerst rekenen we dus met het tiental uit 72 en dat is 70. Dat doen we eerst keer het tiental uit 48 en dat is 40. Dus wat is 70 keer 40? 7 keer 4 is 28. Dus 70 keer 40 is 2800. De volgende stap, weer rekenen met 70. 70 keer 8, dat is 7 keer 8 is 56, er komt een 0 bij, dus 560. De derde stap, we gaan rekenen met de 2 van 72. 2 keer 40. En 2 keer 40 is 80. En de laatste stap, 2 keer 8. 2 keer 8 is 16. Nu hoeven we het alleen nog maar bij elkaar op te tellen. Tel je mee? 0 erbij 0 erbij 0 erbij 6 is 6. 0 erbij 6 erbij 8 erbij 1 is 15. Schrijven we de 5 op. De 1 onthouden we. 8 erbij 5 is 13. We moesten er 1 onthouden, die tellen we erbij op. Dat wordt dus een 4. En de 2, daar komt de 1 bij die we net moesten onthouden. Dat wordt dus een 3. De laatste stap is om de tabel af te maken. En we zien dan of de schatting in het begin van het filmpje overeenkomt. Of die uitkomsten dicht bij elkaar zitten. Nou, dat kunnen we nu al zien. We zien de uitkomst 3456 en we zien 3500, dat ze dicht bij elkaar. De laatste stap is om deze uitkomsten nog op te schrijven.